Aflevering 34, Leon's Winementaries. Deze aflevering speciale aandacht voor de druif Pinot Noir. Ik realiseerde me dat ik aan deze druif nog veel te weinig aandacht heb besteed. En dit terwijl Pinot Noirs en vooral Bourgognes tot mijn favoriete wijnen behoren. En Pinot Noir is natuurlijk ook weer een onderwerp wat ik nooit in maar één aflevering kan behandelen. Vandaar dat ik er verschillende aan ga wijden. Voor deze aflevering ga ik overigens geen Bourgogne proeven, maar een Pinot Noir uit Chili van het bedrijf Conosur. Maar eerst even een korte introductie over de Pinot Noir. Pinot Noir is een van de oudste druivenrassen. Hij bestaat al meer dan 2000 jaar. In de Romeinse tijd stond de druif bekend als Helvinacea minor. En die Romeinen hebben de druif waarschijnlijk vanuit het Nijldal in Egypte verspreid over Europa en met name naar de Bourgogne. Er zijn aanwijzingen dat de druif in Bourgogne al in de 4e eeuw na Christus werd verbouwd. In 1395 vaardigde de Bourgondische hertog Philip de Stoute een bijzonder decreet uit. Hij stelde dat de wijn van de toen aangeplante Gamay schadelijk was voor de mens en dat deze vervangen moest worden door zijn geliefde Pinot Noir. Nou valt het met die schadelijkheid gelukkig erg mee, want ik hou namelijk ook zeer van Beaujolais, die van Gamay wordt gemaakt. Toch kunnen we Philip enorm dankbaar zijn, want de Bourgogne is natuurlijk een fantastische plek gebleken voor de Pinot Noir. Waarom doet de druif het daar nou zo goed? Twee zeer belangrijke oorzaken, het klimaat en de bodem. Bodem hebben we het morgen over, vandaag het klimaat. Pinot Noir is een moeilijke druif, of in ieder geval een kieskeurige. Hij gedijt het best in relatief koele gebieden, dus in de Bourgogne, maar natuurlijk ook in het Champagnegebied, in Sancerre en in de Elzas. En ook in Zwitserland levert hij prachtige resultaten op, aflevering 4 van Leon's Winementaries. Natuurlijk in Duitsland komen heerlijke Pinot Noirs voor, alleen heet de druif daar Spätburgunder. Buiten Europa denk ik als eerste aan Nieuw-Zeeland. De Nieuw-Zeelandse klimatologische omstandigheden zijn zeer geschikt. Ook in de VS worden superresultaten met de druif geboekt. Binnen Californië zijn er zelfs diverse regio's waar Pinot Noir als specialiteit gekoesterd wordt. De Russian River Valley in Sonoma, Carneros, Monterey en Santa Barbara. Ook Oregon, onderdeel van de Pacific Northwest, heeft een innige band met Pinot. Gaan we nu snel proeven hoe de druif het doet in Chili. Conosur is een nog jong, modern bedrijf, gestart in 1993. Geen kleintje, maken wijnen van inmiddels 1800 hectare, afkomstig uit alle wijngebieden van Chili. Innovatie staat hoog in het vaandel van het bedrijf. Ze waren de eerste die Viognier produceerden in Chili en ook waren ze de eerste die een Riesling en een mousserende wijn produceerden in de zuidelijke Biobío-vallei. Ook zijn ze een van de grootste Pinot Noir producenten ter wereld. En bij Mitra-slijterijen zijn er maar liefst 3 verschillende Pinot Noirs te verkrijgen. Ik heb de gewone uit de Bicycle-serie, er is ook een reserve en een biologische. In een groot deel van de wijngaarden van Conosur wordt trouwens helemaal biologisch gewerkt. Dat fietsje zie je overigens op bijna alle etiketten en symboliseert de commitment en het respect van het bedrijf voor de natuur. Ze rijden er veel fietsen door de wijngaard. Nou, deze gewone is al van super kwaliteit, heeft echt zo'n typische geur die een goede Bourgogne kan hebben. Naast rood fruit ook die aardse tonen, een beetje een stal, een mestgeur. Goede Pinot Noir stinkt altijd een beetje voor mij, maar dan op een lekkere manier. Morgen meer Pinot Noir, dan is de bodem de insteek.